De koperen spullen werden onder meer gestolen op begraafplaatsen aan de Bredaarse weg, de Laarstraat en hier aan de Sint-Jozefstraat in Tilburg. Beheerder Walter Clijsten van de begraafplaatsen is er al dagen drukdoende mee. Hier hebben ze dus een uh, soort van een krans afgehaald van, uh, van brons of koper. En, uh, ja, gewoon pontificaal van het monument afgetrokken. Dus, uh, ja. en zo zijn er nog heel veel meer graven vernield hier. Uh, in totaal 47. De politie vond een groot deel van de gestolen waar terug bij een metaalhandelaar. Tegen de man is het proces verbaal opgemaakt. Hij liep tegen de lamp nadat hij en een aantal van zijn collega's. Bezocht waren door een speciale taskforce die de diefstallen onderzoekt. Nou, het viel ons op he, dat er de laatste tijd veel metalen werden gestolen vanaf begraafplaatsen hier in Tilburg. En toen hebben we de koppen bij elkaar gestoken en gezegd: waar is daar nou een afzetmarkt voor? Nou, Dan kom je al heel gauw bij, inderdaad, bij opkopers van, uh, van oude metalen terecht. Die zijn we gaan controleren en bij een van die opkopers vonden we deze buit terug. Ja, vreselijk natuurlijk. Makkelijk zat. Dat uh, zit je niet op te wachten als beheerder. En uh, zeker niet als familie en nabestaanden uh, als hun graven vernield worden. Van hun overleden en dierbaren. Dat is vreselijk. Omdat het veelal om oudere graven gaat, heeft beheerder Kleijsen nog niet veel reacties gekregen van familieleden. Toch hoopt hij dat gedupeerde nabestaanden zich melden bij de politie. Nou, er zou kunnen zijn dat er van sommige graven geen familie meer te vinden is, maar in uh, veel gevallen natuurlijk wel. En het is niet alleen oude graven, er zijn ook redelijk recente graven waar uh, dingen, kruisjes afgetrokken zijn en uh, vernielingen aangericht zijn. Maar het is meer om het uh, edelmetaal als om de vernielingen gegaan volgens mij, want ze hebben er veel van mee. De politie gaat de teruggave van de gestolen spullen regelen in samenspraak met de parochie en de beheerders van de begraafplaatsen.